wanneer ontzettend veel initiatieven zijn. En vaak zie ik mensen die bezig zijn met, die eigenlijk allemaal hetzelfde doel hebben, alleen die toch allemaal op hun eigen eilandje dat doel proberen te bereiken. En nu wij hier met zoveel mensen samen zitten die allemaal idealen hebben en de potentie om iets te bereiken, wil ik eens kijken of, we elkaar in de groepen waarin we nu zitten kunnen versterken. En dat, ik moest daarbij denken aan, ik ben een boek aan het lezen dat heet Sapiens, ken je dat? Het gaat eigenlijk over de geschiedenis van de mens. En vroeger, echt 100.000 jaar geleden, leefden mensen in kleine groepjes en waren ze autarkisch. En dat is een woord voor zelfvoorzienend. En ik vroeg me af, hoe zou het nou zijn als ik hier in deze verschillende groepen kijk? Zouden deze verschillende groepen van duurzame pioniers ook autarkisch kunnen zijn? Dus kunnen opereren zonder dat ze eigenlijk iemand anders buiten de groep nodig hebben. Dus wat we zo gaan doen, iedereen heeft nu voor zich een manifest wat voor hem haar belangrijk is en iedereen steunt of support het initiatief. Ik zou graag willen zien dat we in de groepen waarin we zitten kijken naar één initiatief uit de groep. Overleg het democratisch, dus deel de initiatieven en kies één initiatief. Wordt lastig, maar discussieer er maar goed over, maar uiteindelijk moet er één initiatief uitkomen. Dan vervolgens wil ik eigenlijk dat de groep waarin je zit, dat je met z'n allen kijkt, kunnen wij dat initiatief verder brengen, niet met hulp van buiten, maar met de mensen die bij je aan tafel zitten. Dus kun je eens kijken en rondvragen van wat de mensen doen die bij je aan tafel zitten, en kunnen die mensen, dus met z'n allen, dat initiatief vooruit brengen. Naar een hoger plat. Ja, ja, precies. Even aan het einde, goed, ik maak even een verhaal af, anders raak ik het bij. Als je dat hebt gedaan, dan heb je eigenlijk een soort actiegroepje. En met die groep gaan we na 20 minuten, als jullie het hierover hebben gehad, als jullie eruit zijn, een korte presentatie geven aan de rest van de groep, waarin je vertelt wat de bedoeling is met de verbindingen die gelegd gaan worden in de groep. Dus je komt er misschien achter dat die kan zorgen voor extra PR, die kan zorgen voor in natura, zorgen dat er meer vrachtwagens, nee, dat is echt helemaal niet duurzaam, zorgen dat er duurzaam vervoer is. Eerst kwaliteit in de metten. Ja, precies, het gaat om duurzaamheid. Dat wat jullie dan besproken hebben, dat gaan jullie in de groep vertellen aan de rest van de groep. En om daar wat kaders voor te geven, hebben we een paar dingen bedacht. Op de tafel ligt een briefje en daarom staan 5 rollen. En eigenlijk zijn die 5 rollen, die we allemaal wel eens tegenkomen in ons werkveld. Dus er zit een geitenbol sok in, die moet je eigenlijk veel dwars komen. Er zit een boer in, een gemeenteraadslid, een voorzitter van een actiegroep. Dus zo zijn er verschillende rollen. En verdeel die rollen ook in je groep. Iedereen heeft een rol. Het is niet zo dat je hoeft niet volledig te transformeren, maar het stuurt even de verschillende visies binnen de actiegroep. En voor elke rol hebben we een voorwerp. Mariska gaat het even demonstreren. Dus om jullie even een idee te geven van de rollen die we hebben, dus zodat je wat houvast en handvat hebben. Ja. We hebben de voorzitter. Met de share. Met de share, dat is de voorzitter. En als voorzitter kan ik u zeggen dat ik u hierbij mededeel dat wij, nou ja, en zo praten dus een beetje, hè, de vijfde principe. We hebben ook, zoals Jom aangaf, de geitenwolle sok. Dat is een persoon die alles weet over natuur. En die u alles kan vertellen daarover. En die nieuwe plantjes ontdekt. Die zo met het wolle sokje om de handen bleef. En we hebben een gemeentevertegenwoordiger met uiteraard de zeer belangrijke geld. Nee, je heeft ook een bordje betaald. Ja, is een bordje voor. Ja. En dat is een mooi symbool dat die leven. En als gemeentevertegenwoordiger kunt u praten over de financiële middelen. En hoe u democratisch en toch zeer dringend uw zaken heeft besproken. Hè? De geldpot. En we hebben natuurlijk ook boer. Boer van het Laatland. Adon druk met koeien. Hè? Die bij hem loopt een beetje zo, de oorbeen. Ik heb de oorbeen, ik zie de oorbeen. Ik heb ook de handen in de zak steken, zo in de zak leeg. Dan was ik in een hoefje gaan vetten met een koei, moet nog wel worden. En last but not least, het kleine kind. Het grote onschuldige meisje, jongetje.
hier nog niets kwaads in zingen, die totaal onbevangen in de wereld staat. Dit is een speelgoed. En ja, hoe denkt een klein kind eigenlijk over de wereld en over de plannen? Ja? Kleine kinderen hebben ook een eigen visie en een eigen stem. En het kleine kind werkt een beetje zo, het hoofd zo schuin naar beneden. Heeft u een beeld? Hartstikke fijn. Ik kom zo meteen langs om ook met dit onderdeel te helpen. Ja, Mariska loopt langs voor het theatrale aspect, ik loop langs voor het inhoudelijk aspect. En nu kom ik aan het eind van mijn verhaal. Is er een vraag? Ja, ik heb een vraag. Vertel. De bedoeling dat we ons manifest volgen? Ja? Ons initiatief? Het is nu de bedoeling. Goeie vraag. De vraag was: is het de bedoeling dat we ons manifest volgen of het initiatief? We gaan uit van het initiatief. Het manifest is puur een leidraad of iets waar je wat helpt om te bedenken waar je voor staat. Maar we gaan nu uit van het initiatief. Goeie vraag, dank u wel. Zijn er meer vragen voordat we van start gaan? Nee?